Zo'n 70 bedrijven namen dinsdagmiddag deel aan de eerste workshop Duurzaam Ondernemen van de gemeente Breda. Deelnemende bedrijven konden netwerken, ideeën uitwisselen en meedoen aan de workshops. Volgens wethouder Willemsen staat duurzaam ondernemen pas in de kinderschoenen. Nee, we zitten pas aan het begin, zou ik zeggen. Het is dat er nu een kabinet zit dat dat ook hoog op de agenda heeft gezet, duurzaam ondernemen. We zijn er in Breda al wat langer mee bezig. Maar je hebt zoveel bedrijven, ook kleintjes, die eigenlijk nog de voordelen ervan moeten in de praktijk moeten ondervinden. En wij laten ze dus zien hoe andere bedrijven dat al doen en wat dat allemaal voor voordelen heeft opgeleverd. Zowel in je portemonnee, omdat je goedkoper met je grondstoffen omgaat, als in je imago, als dus ook in je omzetcijfers. Nou, dat is goed voor het milieu. Tijdens de bijeenkomst is ook de schoonsticker geïntroduceerd. Oké, daar gaat hij. Kijk, schoon Euro 5 EEV, dat betekent dus dat is de schoonste dieselauto die er op dit moment bestaat. Die voldoet aan de Europese normen die pas in 2010 van kracht worden. Wij lopen daar in Breda echt mee voorop. En die sticker hebben we dus ontwikkeld samen met de provincie om uit te leggen dat dit een schone auto is.